goeiedag. Welkom bij een nieuwe video. En ik begin de video met zoeken naar mijn verwijzing voor een bloedprik. Ah, hier? Nee. Bloedprikformulier van de huisarts. Dat doen ze tegenwoordig via mail en zorgdomein en weet ik het allemaal. Ik kan het niet vinden, Mali. Weet jij waar het is? Maar, oh, ik zit ook in de verkeerde folder te kijken. Ook handig. Maar, we gaan even bloed prikken en de vitamines van mama even bekijken. Maar, Mali is hier om mijn hand vast te houden. Because I might be scared. Toch? Maar dan heb ik Mali hier. Deze. Is die? Ja, AliExpress. Nee, dat is een folder van AliExpress. Maar, daarna gaat Mali naar Akko. Ik heb wel al mijn fit to fly van de verloskundige gekregen. Maar als de waardes nu echt goed zijn, dan kunnen we echt gaan, oké? Okay? Oh, mijn lieve meid. Kom, let's go. Morgen. Opa. Ja. Het ruikt wel als van ouds trouwens. Wij zijn weer naar onze favoriete, oude favoriete tent geweest in Amsterdam. Die best wel goede scherps heeft, of niet? Maar ik heb onderweg wat hapjes gegeten van de side dish en nu zit ik vol. Maar ik ga zo wel weer eten. Maar het was ja, lange dag. Sefta heeft die lekker schoongemaakt. En de kids zijn er niet, die zijn bij oma. Dus het blijft voorlopig even schoon. Ja, liever een dag. Ja, liever in ieder geval een dag, wauw. Maar die kinderen komen dan ook en dan denken ze, hey, het is schoon. Laat maar dat vooral. En dan rennen ze daar naar hun kamer en dan gaan ze alles pakken wat ze pakken kunnen. Ja. Ik had gisteren deze schoenen trouwens van mij gekocht. Matig, echt 2 maten of 3 maten te groot gepakt, per ongeluk. Heb ik omgeruild, zonder dat hij het doorheeft, hè. Hij had zelfs niet gezien dat we mee naar de auto namen, die doos. Want hij zei van, mag ik die aandoen vandaag? Ik zeg, nee, als we in Dubai zijn. Nou, en hij geloofde dat. En stiekem meegenomen. Air purifier. Voor de babykamer is gekomen, omdat beneden weinig ramen zijn. Gebruiken we air purifiers voor het reinigen van de lucht. Remco heeft zelfs nieuwe slippers. Heb je die al aangehad? Nee, dat zie je niet. Want die van hem. Ja, die slippers. Is dat voor Dubai trouwens? Ja, of blijft je? Oh, in dat geval. Doen we het hier. Allemaal dingen die mee moeten naar Dubai. Is handig toch? Ik heb zelfs voor Dubai al voor de kinderen stickers laten maken voor in hun broodtrommels en weet je wel, kleding en dat. Je moet alles stickeren daar. Water bottles. Ja, ja, dat. Ja. Oh, en ik heb van Remco dit gekregen. Een nieuwe voice recorder. Dit wordt mijn nieuwe podcast. Ja, ik weet het niet anders. En die andere was kwalitatief echt bagger. En het was klein. Ik weet niet eens waar die is nu. Ja, we hebben even getest. Zo klein. Dat kun je in je broekzak doen of zo, als je dat zou hebben. Dat sloeg nergens op. Ja, maar zo heel is wel klein. Professionele, in ieder geval beter. Nou, ik ga het opnieuw proberen dus. Met dat. En, nou ja, ik zou iedere keer als ik iets van dat ASOS-pakketje aan had laten zien. Ik heb overigens 2 broeken, een broekpak, een jas en 2 schoenen teruggestuurd. Dus er is niet heel veel over. Want ik bleef maar dingen kopen voor na de zwangerschap, terwijl ik niet eens weet of het goed past. Maar dit is een bodystock, zeg maar. Het zit hier vast. En ik heb gewoon een maat groter gekocht. In geval, ja. String bodystock, ja. Maar ik heb een maat groter gekocht, zodat ik, ja, ik weet niet of ik weer terug naar S ga als ik bevallen ben. En jij zei, blijf maar wat volletjes. Dus M is goed. Veel slagroomtaart eten. Slagroomtaart, ja. Ik heb ineens een enorme zin om de hele dag slagroomtaart te eten. Dat doe je ook. Als ik kans krijg, wel ja. Mijn handen was hoor, maar ik wilde even hebben over ambtenaren. Ik heb echt, deze week ben ik bezig weer met contact leggen met de Nederlandse ambassade in Ethiopië. En degene waarmee ik de afspraak heb gemaakt is dus
klaar in Ethiopië. En die gaat naar een volgend land. En ze gaan dus wisselen. Er komt iemand nieuw. Dat wist ik al. Dat vertelde ze al. Maar die nieuwe komt eind augustus. Dus ik denk, nou, ambtenaren kennende gaan ze vast een maand van tevoren weg. Zomerreces. Ze gaan gewoon 3 maanden van tevoren weg. Wat? Ja. We gaan er alsnog over uren aan vrije dagen moeten op. Oh my god, dat kan toch niet? Dus nu probeer ik daar contact mee te leggen. Is het de assistente van? Die mogen niks bepalen. Ik denk, zal ik de ambassadeur dan een berichtje sturen? Heeft geen zin. Want we zitten midden in augustus. Ja, of in de zomer. Die is in de vakantie naar Nederland. Ja. Ik vraag me ook af, zijn ze dan ook verplicht naar Nederland te gaan? Nee, maar doen ze wel. Want 1 in de 10 jaar zijn ze wel verplicht om terug te gaan naar Nederland. Je mag dus niet buiten blijven. Je krijgt tickets om 2 keer per jaar naar huis te gaan. Maar het is gewoon ambtenaren op steroïden. Nou, ik zou je zeggen, ik werk voor de overheid. Ik doe allemaal klussen voor de overheid. In augustus gebeurt daar in principe helemaal niets. Er is reces, dus gemeenteraad en zo en provinciale staten die zijn er dan niet. Ja, dus ambtenaren zijn er wel wat, maar dat zijn dan de mensen zonder kinderen. Maar die gaan pas in september op vakantie. Maar er is in principe helemaal niemand, alles ligt plat. Dus je komt ook op kantoor en dan ben je vaak de enige. Dat is echt bizar. In augustus. Nou, en bij ambassades is het dus 5 slagen erger. Die gaan 3 maanden van tevoren alvast beginnen. Ja, maar zeker in zo'n overgangsfase. Ja, ik had ook... Kan je nagaan, toen ik in Ethiopië was, dat is in mei... Ja. Heb ik de opvolger die in Pakistan zou komen gemaild. Ja. Niks, want die begint pas in augustus. Oké, ja. Is toch best bijzonder, hè? Ja, het is wel dus een beetje bij als iemand die helemaal gek wordt van de oren. Ik word er echt gek van. Je zit er wel goed uit. Ik praat heel nasaal. Ik heb al vaak gezegd. Kijk dan hier. Regenboots. Terwijl hij daar een zonnige shirt aan heeft. Het is echt deprimerend hier qua weer. Je bent gewoon zwanger. Ik heb al vaak gezegd. Ja, ik kan alleen. Ik heb amper adem. Maakt niet uit, schat. Maar doordat ik amper adem haal door mijn oren. Want alles zit dicht dan. Klinkt mijn neus, een beetje. Heb ik al zo weinig. Klinkt sexy, hè? Nee, klinkt niet sexy. Nee, niet echt. Nee. Maar goed, het is dus vrijdag. Hi. Het is al middag. Ik had vanochtend de ergste dumping in een tijdje alweer. Ja, dat is zo. Ja, maar ik denk dat het ook komt. Als ik niet recent naar de wc ben geweest en je eet iets vets, dan heeft dat extra effect. Want na de dumping, ik had zware diarree, nadat alles eruit was... Denk ik, toen ik gewoon hetzelfde kan eten, dan gebeurt niet hetzelfde weer. Als je stap op bedoel. Maar waarom komt het dan? Want ik was niet aan het luisteren. Als je niet naar de wc bent geweest recent. Ja. Dus dan komt dat er bovenop en dan denkt je lichaam, hallo, wat de hek is dit voor aanval? En dan dumpt hij alles eruit. Ben je wel lekker schoon, toch? Ik ben wel lekker schoon. Ik voel me ook schoon. Je hebt alleen hersteltijd nodig daarna. Ja. Het hoeft niet zo agressief, weet je wel. Nee, je had wat satire gekund. Ja, ik had een dumping. Eerst dacht ik moest overgeven, kwam niks uit. Toen ging ik zitten. En nu weet je eigenlijk hoe je er weer om moet gaan. Ja. Dus ik ga zitten zo snel mogelijk, zorg dat alles eruit is. En dan ineens verdwijnt het ook als sneeuw voor de zon, hè? Ineens, als die laatste diarree... Het is gewoon waterig. Als dat helemaal eruit is, dan is het in één keer klaar. Dat is toch hetzelfde dat je vroeger heel erg bezopen was. Op een gegeven moment moet je dus kotsen. En dan kots je daarna is goed. De dag daarna. Voel je dan heb je nog steeds een kater, hoor. Nee, maar voel je wel een stuk beter. De kater is er nog wel, maar dat misselijke gevoel wat je hebt bij dan kwijt. Dus... Wat een vergelijking zeg. Ik vond het wel, nou dan kunnen mensen relaten van hoe zou ze dat nu bedoelen. Ik heb dat nu uitgelegd. En dan denken ze, oh ja. Ja, alleen doet dit veel malen pijn, zeg maar. Dit is pijn. Dat weten we dan niet. Je voelt je echt beroerd. Ik denk wel dat de baby dan denkt in de buik van... Wat is dit voor herrie? Want je maag gaat een keer... Ja, maar ze gewend aan slapen tijdens herrie. Dus moet dat kind helemaal natuurlijk ook niet alleen white noise hebben, maar een heleboel herrie op de slaapkamer om te kunnen slapen. Want dan voelt ze... Moet ik mijn maag op gaan nemen hier met deze voice recording? Ik ben vroeger dan begonnen met mijn podcast recording. Ga ik mijn maag opnemen met deze voice recording en dan leg ik het naast haar neer. Ja. Zodat ik dat kan afspelen. Ja. Maar goed, het is dus al vrijdagmiddag. Ja, ik heb alles ingepakt. Ja, wat we weg gaan gooien, want we zijn de kamer van de baby klaar aan het maken. We moeten nog wat kleine dingen... Ik wil de babykamer nu echt klaar. Ja. De kamer zelf komt dan pas in september. Maar de laatste tijd heb ik wel zoiets van, ik wil nu alles hebben. En zorgen dat alles komt en dan voel ik me weer goed. Dus dat gaan we regelen. Gaan de kids ophalen. En
Dat is het. Oh ja, en we moeten een pakketje ophalen op kantoor. Ja, en ik moet even langs een DHL-automaat. Ook nog. Een pakketje van mij. Terwijl we vanochtend hier op de bank zaten, zonder kinderen. Ja, dat was wel goed. En we hebben goede dingen gedaan. Maar ik zei tegen jou, ja, maar tot 3 uur hier zitten. Ja, ja nee, echt niet. We gaan veel eerder. Terwijl we best wel vroeg zijn opgestaan, hè? Ja. We hebben goed geslapen, allebei. Dat is ook nice. Dus, ja. Dat zullen we gaan? Kids halen. Dan? Ja. Als mijn oren nou ook eens openploppen, hè? Ja. Hey, hey, hey. Just bring your tablet inside. No, but it's better to keep it inside. Why? Hold it. Want dit is van Memphi. Nee? Hier. Kijk. Tada! Dit is voor Heartland. Oh! Ik heb al ready. Kijk, Mef. Ik heb ook. Vind je het leuk? Ja. Yeah. Ik heb ook, mama. Ik heb ook, hè? Oh, het is wel nice. Ja, yeah, maar het is niet de goede maat. Het is te small, Mali, met je broccoli. Dat is waar, hè? Het is toch niet leuk om te filmen als het niet past, schat. Dat maakt toch niet uit? Ik vind het wel een mooie broek, dan. Ja, het is ook een mooie broek. Maar het past niet. Nou. Dat is wel. Het is wel basic. I know. Een beetje te, hè? Wat? Is het oud? Nou, een kusje. Mwah! Kan. Ja, maar moeten we een maatje groter? Oké. Denk je dat we het in zijn geheel naar beneden kunnen krijgen? Nee, dat moet ik ook niet. Waar is Mali's bed? Maar waarom wil je dat niet? Wil Mali my bed? Wil Mali my bed? Nee. Waarom? Mali krijgt een nieuw bed vandaag. Een unicorn? Nou, het is een black one. En dan gaat haar bed weg en die stoel gaat naar beneden, wordt de voetstoel van Maven. Voetstoel. Ja, voetstoel. Als ik ga voeden s'nachts, dan ga ik daarin zitten. Nee, ik wil een unicorn bed. En dan doen we daar een unicorn ballon op en dan is het een unicorn bed. Maar deze gaat weg. Maar je kan het toch uit elkaar halen en dan bewaren we... Ja, dat was de monster. Ja, en dan bewaren we hem beneden. Ja, maar waarom vandaar dat we... Denk je dat dit in het geheel naar beneden doen? Omdat als Akko hier slaapt tijdelijk, dan hadden we misschien het idee om mensen even wachten. Ik wil een monster bed with monster chair. Oh. Ja, dat Mali af en toe bij ons de kamer. Ja. Ik wil een unicorn bed met unicorn chair. Ja, maar dat hoeven we niet aan. Oké. Ja, dat bedoel ik. Een beetje vage communicatie vandaag. Het is gewoon, ik voel me niet zo lekker. Mijn buik. Ik voel me zo zwaar, maar jij praat ook veel. Jij moet een beetje praten minderen, hoe raar het ook klinkt, misschien voor jou. Ik moet praten minder, want ja, want ik reageer erop, want ik heb het gewoon zwaar met mijn buik dragen. Mijn buikspieren zijn non-existing. Ja, die ga ik zo omdoen. Misschien moet je omdoen. Ja. Doe om dan eerst nu. Nee, ik moet eerst wel douchen en kleren aandoen, anders wordt het snel vies. Dat is raar, hè? Ik ga het uitleggen. Bij jou is alles... Nee, je hoeft niet te luisteren of niet te praten. Oh. Kijk, bij jou zijn die buikspieren doorgeknipt. In die onderbuik. Voor de mensen ja, en ik heb niet getraind. Die is geknipt.
Je hebt hier getraind, dat is sowieso zo slap. En dan is het hier doorgeknipt. Dus je hebt helemaal niks daar aan ondersteuning. Niet zo raar dan, hè? Mama, dus dat is al twee keer gebeurd met twee eerdere kijkers. Dus nu, dat is alles extreem. Dan staat het helemaal uit. En die 50 kilo, 60 kilo. Oké, schat, ik heb hier echt serieus geen energie voor. Ja. Maar we moeten dit even zo snel mogelijk doen. En we gaan beneden de kamer van de baby opruimen. Gaan we nog niet zo snel schreeuwen, man? Want als wij terugkomen van vakantie, dan komen ze de kamer van Maven brengen. En dan moet die kamer leeg zijn, oké? Okay? Gaan jullie helpen? Maar ik wil een groot bed. Ja, jouw bed komt straks. En als die dan komt, dan gaan we hem hier neerzetten, oké? Okay? Daarom moet dit allemaal weg. Ja, maar hij is er nog niet. Er komen waarschijnlijk twee meneertjes straks brengen. Oké? Okay? Nee, alleen drie. Drie, meneer. Oké, hier is het ontploft. Remco had vanochtend een passessie. Ja. Die was door weekendbestelling was je teleurgesteld. Ja, enorm. Maar gelukkig had ik een enorme Mulumen delivery, waaronder deze broek. Dit is trouwens een van de populairste stoffen die ik ooit verkocht heb. Hè? Dit is de Queen Fabric stof. De Queen Fabric? Ja, dit is van Mulu. Kijk. En we hebben het op verzoek van Remco gewoon aangepast. Ja, ik ben nu aan het testen. Ja, ze zijn nu aan het testen. De shorts. Oh god. Ja, dat doe ik bij de test. Daar heb je nog een stapeltje. Dat moet je even bewaren, want dat kan je voor de shoot gebruiken. Ik ga niks doen. Ik ga er één neerleggen. Oké. Okay. Dat is ook niet de plek. Als je het bed komt brengen, dan zet je dan daar neer. Ja, dat bed komt dan daar. Oké. Okay. Ja, gewoon even alles wat ik zeg. Jij moet dus rustig aan doen. Ja, maar we moeten rustig aan doen betekent niet liggen. Ik moet dingen doen. Nee, maar je praat ook veel. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, nu ik zo praat, omdat ik rustig praat, gaat dat. Het gaat alleen om naar jou toe. Oh, ja, dat explains a lot, nietwaar? Ja, ja, daarom. You can do it! I know. Daddy is strong. Don't break it. Kijk eens. We hebben gisteren ook trouwens de box bij mijn moeder opgehaald. Dus deze box gaat boven. Die staat boven in de woonkamer. Maar dat doen we dus later, niet nu. Want dat staat alleen maar in de weg. Mali's bed blijft even hier staan. Want als ik ga bevallen, dan komt Akko bij ons slapen. Dan kan zij in jouw kamer. En dan mag jij bij Akko slapen. Of je mag hier slapen bij mama en papa. Ik wil bij Akko slapen. Wil je bij Akko in bed slapen? Akko is lief. Akko is lief, ja zeker. We gaan nu die kamer even leeghalen. En als ik energie heb, ga ik ook de drie koffers even rearrangen. Oh, alleen dat idee. Oh, we moeten Mali's bed nog straks in elkaar zetten. Mama. Ja? Look at me. I can whistle. Oh. Look. Well done, Mav. Well done, Mali. Mali, you cannot whistle. Well done. Oh. I can whistle like this. High five, Don. Put it in the oven. What do we put in the oven? The cupcakes? Ja. Oké. Okay. Maar we hebben geen eieren. Nee. Dus we moeten even eieren gaan kopen. En dan gaan we cupcakes maken. En dan? Wat ga jij doen? Met de cupcakes? Decorating. Decoreren. Decoreren? Decoreren. Nou, dit is de stand van het huis. Ik was tussendoor even de camera kwijt. Ik had vannacht niet goed geslapen, dus ik dacht ik ga lekker weer even op bed liggen. En toen ik wakker werd, was de camera weg. You find it. I found it. Gelukkig. En in de tussentijd heb jij een nieuw bed. Wanna show it? Ja. Oké, kom. We gaan het laten zien. Kijk eens. En nu kan Akko ook bij jou slapen, hè? Toch? Hoe is dit voor Akko? Voor Mali. Dit is Mali's bed, hè? Niet voor Akko. Nee, maar Akko mocht bij jou slapen, toch? Ja. Ja, ja. Maar nu gaan we even naar de winkel boodschappen doen, want we hebben geen eieren voor de cupcakes. Helene? Wil je Helene ei? En een ei en pannenkoek en brood en frietjes. En kip. En kip. Ineens wil deze vegetariër kip. Mama, help. Kom, let's go.
Maar lief wat schoenen aan. Kom jij ook. Met. We hadden 1, toch? 0. Geen idee, man. Het zal vast niet een klein kind zijn, ik doe gewoon 1. Grote nagels, Engels. Oh. Why? Because I like it. Yes, of course. Goedemorgen. Het is middag. En we zijn sushi aan het eten. Voor brunch. Want het is zondag dus. En maandag is hij dicht altijd. Ja, dus denk je nou... En we willen niet nog wat boodschappen doen, want we gaan dinsdag. Even 2 dagen terug naar Dubai en dan vliegen we door naar Sri Lanka. Dus ja, dan heb je geen gelegenheid om iets te koken. Nope. En we hebben nog 1 iets wat we kunnen eten. Nou, dat wil ik dan tot morgen bewaren, omdat dit dicht is. Dus dachten we gaan nu sushi eten. Goed idee. Ja. De dag begon overigens met inpakken. Ik heb onze kleding, in ieder geval onze, wat vooral naar Dubai moet. En daar blijft. En blijft, heb ik even apart ingepakt. En ook onze kleding wat gewoon doorgaat naar Sri Lanka, heb ik ook apart even ingepakt, andere koffer. Dus nu moet ik voor de kids inpakken. Ik moet dan kids inpakken. Ik heb al een fit to fly. Met mijn bewijs. We moeten... 22 heb ik in augustus... 22 augustus heb ik een afspraak in het ziekenhuis. Dus wij vliegen de 21ste terug. En dan begint het, hè. Dan zijn we hier en... dus wachten tot de baby komt. En totdat ik dit kan eten. Rauwe sushi. Rauwe vis. Kun jij. Dan... Ja. Maar, je komt wel met een flinke bult op je buik. Kom je dan terug hier? Nou, die heb ik al. Ja, en je wordt dan nog groter. Ja, ik gebruik mijn ondersteuner. Moet een beetje daarmee kan ik wel goed volhouden. Ja, doe die eens om eigenlijk.
Doe je dat nu? Nee, maar nu zit ik thuis. Als ik gewoon... ik kan hem vandaag wel eens omdoen. Kijk, ja. Als je rondhobbelt, is dat wel verstandig om dat te doen. Hè? Ja. Nou, daar is dat ding voor. Dat is goed, hè? Vandaag gaan we verder niet zoveel geks doen. Behalve op bezoek bij opa en oma. Het zal je niet verbazen, maar het weer nodigt ook niet uit. Hè? Nee. Ja, toe. Het voelt als 7 uur 's avonds. Zo... Ja. 2. Ja. Maar... Ja. We gaan naar zijn ouders. We hebben voor oma en opa... hebben cupcakes gebakken en gedecoreerd, hè, Marnie? Nou. Ja, maar dat is niet zo... Ik heb vooral gedecoreerd. Ja, nee, ik heb net ze hebben hun eigen decoratie opgegeten. Ja. Dus ja. Ik heb die van oma en opa gedecoreerd. Maar, dan mag de pret niet bederven, hè. Echt jongen, die tablets, hè. Werkelijk. Neem gewoon kids op. Maar mensen doet nog sommetjes en zo. Hij doet nog nuttige dingen soms. Ja, maar een Tetris-achtig ding. Ja, gewoon mind games doet hij, zeg maar. Ja. Maar zij kijkt onzin. Ja, maar zij kijkt veel minder. Ja, dat is waar. Maar zij zit niet zo veel erop. Het is niet dat ze nou zo... Wat zeg je? Het smelt like sushi. Het smelt like sushi. Je kunt ook gewoon andere dingen met ze doen, maar als ze niks te doen hebben... Ja, dan zijn ze waarschijnlijk een beetje uitgekeken met Floris Lava en andere games en keuken en bakken spullen. Dan gaan ze tablet pakken. Dat is waar. Maar we hebben weinig recht van spreken, want wij zitten zelf de hele dag op de telefoon. Ja, ik beweeg er ook. Dat doet er niet toe, je zit de hele dag op de telefoon. Zo zien zij dat, dus pakken zij de tablet op. Ja, ja, ik snap het. Dus. Generatie, hè, generatie. Zegt de 50-jarige... Ik ga mee, ik heb jeugdige mensen om mij heen. Dat is het voordeel uit van jongere mensen in je leven, dat houdt je jong, hè. Maar ben ik aan het kijken hier? Zeker. Toch wel. Ja, ja. Ja. Kijk eens. Oh, kleine wasjes. Een meatlover Mari. Wat leuk. Net is jarig was. En die had ik al 2 weken van tevoren opgestuurd. Hij is niet gekomen. Nee. Nee, misschien nu. Inmiddels. Ja. Nee, dat sloeg echt nergens. Hey, luister dan. Omdat de kijkers... Hij zegt net tegen mij, je moet aardig zijn tegen mij. Omdat de kijkers jou zo geweldig vinden... wil niet zeggen dat ik aardiger ga doen daardoor. Nee. Ik ben juist zo geweldig omdat je onaardig bent tegen mij. Ja, maar dat willen ze niet begrijpen. Maar het is wel de key, hè? Denk maar eens over na. Er is een heel mooi boek geschreven, Waarom mannen een bitch trouwen. Heb ooit dit boek in mijn handen gehad, maar niet gelezen. Nee, je hoeft niet te doen, maar jij bent die bitch eigenlijk, die je man trouwt. Ik vind niet dat omdat jij goed voor mij zorgt, dat ik me onderdanig moet presenteren. Het heeft alles te maken met wederzijds respect. Ja, en ook te maken met het feit dat ik denk... Kijk, het is ook een feit... In onze relatie dat jij gekker bent op mij dan ik op jou. Ja, dat lijkt me heel gezond, toch? Ik weet niet of het gezond is, ik weet niet hoe het hoort, ik weet niet wat de bedoeling is. Ja. Maar ik ben er altijd open over geweest. Ja. En dat vinden mensen allemaal heel erg. Als ik dat, ja, weet ik veel, man. Ik zei het toch al, vrouwen krijgen overal de schuld van in deze maatschappij. Je moet als vrouw altijd een zekere reserve inbouwen naar je man toe. Waardoor de man altijd getriggerd blijft om ervoor te zorgen dat die vrouw bij hem blijft. Dan doe je echt iets meer moeite. Ja, je wilt jagen. Je wilt altijd jagen. Toch? Ja. Denk ik dan maar. Nou, begin maar te jagen. Ja. Maar, ga daar niet off-camera tegen mij zeggen. Je moet aardig doen tegen mij, want de kijkers... Wat boeit mij dan nou? Nee, maar ja, dan moet dat... Oké, maar dat was... Nee, ja? Het was voor het Amhaarse vlog. Nee. En daar is de samenleving heel... Amhaarse vlog, alsof je dat begrijpt. Nee, maar ik doe dat in het... Want hetzelfde geld schat ik je iedere scène uit. Dat weet je niet. Nee, dat weet ik inderdaad niet. Maar dan laat je mij dus iets in het Amhaars zeggen aan het eind. Dat zeg ik dan niet goed. En dan ga jij mij heel streng corrigeren. Omdat dat ik vind... Luister, laat mij even uitleggen. Na 10 jaar samen zijn... Wachten. Dat ligt heel gevoelig. Want de conservatieve samenleving, wat de Ethiopische community is... Die vinden dat je dat als vrouw niet kunt maken naar je man. Dus dat triggert enorm. Dus zij je moet kijken naar mij juist omdat ik absoluut niet conservatief ben. Dat snap ben. Ik ook wel. Maar dus reageer ik daar ook op van, oh, dat moet je niet doen. Nee, helemaal niet. Ik vind het wel heel schandalig dat je niet eens dankjewel kan zeggen... na 10 jaar met mij samen zijn. Hebben ze genade? Ja, lo. Lo. Hebben ze genade? Hebben ze genade? Ja. De vervoeging in het Amhaars is afhankelijk van of het mannelijk of vrouwelijk is. Ja, naar de tweede persoon toe. Dat is in het Spaans ook zo, in het Portugees ook, maar maakt niet uit.
Dat is een beetje een dingetje. Dus dat gaat niet automatisch als je die taal niet spreekt. Oké, okay. Maar... Nee, niet oké, maar... Het gaat, ik ben hoogzwanger. Oh ja, dat is waar. En ik heb niet zoveel ademruimte. Je praat anders aardig. Ga afsluiten dan maar. Het is verschrikkelijk slecht weer in Nederland. Dus daarom gaan wij... Hij dinsdag weer in het vliegtuig naar Dubai. Over anderhalve dag. Ja, ik kijk ernaar uit. Koffer nog inpakken, ja. Onze koffer. Ja, maar daar hebben we nog één dag voor. We vliegen dinsdagochtend. Dus dat komt goed. Dus volgende morgen gaan we dat allemaal even... Ja. Arrangen. Dus wel onder deze mes. Alles wat opgestuurd moet worden, ga ik opsturen. Alles wat gedaan moet worden, doe ik nog even. Dus het wordt een beetje een drukke dag morgen. Vlog editen. We altijd heel goed onder druk. Ja, alleen ben ik nu zwanger. Ja, en toch functioneer je goed onder druk. En de kleine meid daarin ook. Dus, hey, dank dat jullie weer gekeken hebben. Was leuk. Met je borst daar. Like a real man. Tot de volgende keer. Dag. In Dubai. In Dubai. Dat zei ik al. Volgende afsluiting is in Dubai. En jullie zijn daarbij. Ben benieuwd hoe we ons huis aantreffen daar. Ja, onder de schimmel, dat kan namelijk. Nee, ik heb de airco's op 25 graden gezet. Dus als die nog aanstaan, ja. Gezien je de weet niet of het kapot gaat. Of... De Dewa's elektriciteit en water daar, die zijn best hoog. Dus de airco's doen het ook gewoon. Ja, gezien de rekening wel. Ja, ik wel het die gedraaid heeft. Dus...